Welkom bij deze tutorial. Ik ben Filip en ik leg je uit wat je moet doen op het moment dat jouw pH- en kloorwaarde plotseling in het rood staat. Eerst controleren we of de filterpomp draait. Dan controleren we of er water stroomt in de meetblok. Ziezo, nu jouw pomp draait. De meetblok vol zit met water, die zou alles terug naar de normale waarde moeten komen. Weet wel, één tip, altijd jouw waardes van je kloor en pH controleren bij een draaiende pomp. Stel dat het probleem blijft, bel onze technische dienst en dan komen wij het probleem graag verhelpen. Bedankt om te kijken. Heb je nog vragen, contacteer ons gerust en tot de volgende.